Ja, beste kijkers, meer dan 8 jaar geleden voerden we jullie regelmatig mee met prachtige wandelingen met onze boswachter Frans. Maar Frans, die ging naar Noord-Brabant en het wandelen was afgelopen. Maar vandaag hebben we hem gestrikt en is hij weer hier. Frans, welkom weer. Nou, hartstikke leuk met Truus en jou weer het Limburgse landschap te gaan bewonderen. En te kijken wat er allemaal te beleven is, want dat is natuurlijk fantastisch. En ja, voor de kijkers ook. We gaan proberen weer een mooi programma te maken met ons drietjes. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal te zien is. En dan stellen jullie mijn vragen en ik probeer antwoord te geven. En als je het niet weet, nou, dan verzin ik ze toch gewoon. Nou, dat komt vast helemaal goed hoor. Nou, we gaan op pad. Dat lijkt me leuk. We staan hier bij de Biezenhof in eigenlijk de grens Geleen-Spouwbeek. En omdat jij altijd boswachter bent geweest bij natuurmonumenten in Limburg, weet jij natuurlijk heel veel af van de Biezenbos, van de Biezenhof. Ja, precies. Nou ja, eigenlijk wat het grappige is, we staan hier aan de rand inderdaad van de Biezenberg, zo heet die officieel, maar de mensen noemen die Zwijbergen. Dus dat is al leuk, want origineel heette die Biezenberg. En dat kwam omdat in 1259, toen heeft de Duitse ridderorde, de Biezen, die hebben hier dus zeg maar in feite een hof gekocht. En daar hebben ze dus zeg maar een soort klooster van gemaakt met hoeven en alles erbij. En dat komt van al de Biezen, daar komen ze oorspronkelijk vandaan, dat was de commanderij. En hier was dan voor de Nederlandse kant, uiteindelijk is in 1360 is dat in Maastricht er eentje gebouwd, ook weer zo'n commanderij van de Duitse ridderorde. En toen verviel het hier een klein beetje, het werd een hoeve. En in 1795 toen waren de Franse baas in Nederland en die hebben toen zeg maar het weggegeven aan de gemeente. Want zo werkt het dan, dan krijgen de particulieren hadden geen kans meer om zeg maar dingen te behouden. En het is teruggegeven aan de gemeente. Ja, en nu is het een restaurant en van alles en nog wat. Maar het is een heel mooi startpunt om langs de Geleenbeek te gaan lopen. Dus zullen we daar naartoe gaan? We gaan lopen langs de Geleenbeek. Oké. Het is één keer even koud is geweest, daarvoor zon. Ja. En dan zie je dus dat sommige kleuren niet echt eruit komen. Dat is wel jammer. Ja. Wat gaat er wel nog gebeuren dan? Nou, niet echt meer, denk ik. Ik zie bij de beuk al heel veel meer geel dan dat het zeg maar roodgeel is. Okay. We gaan hier even langs. Ja. En dat zie je ook bij de berg bijvoorbeeld. Ja, die Geleenbeek die stroomt hier heel rustig door. Frans, vertel er eens iets over. Waar ontspringt hij? Waar gaat hij naartoe? Ja, de Geleenbeek is een hele fraaie beek. En hier stroomt hij mooi naast. Je zei het al. Hij ontspringt bij het Benzerade, bij een hoeve. Daar ontspringt hij. En dat is wel heel erg mooi. Want er zijn niet zo heel veel beken die in Nederland ontspringen. Er zijn er maar een paar. En de Geleenbeek is er dan eentje van. Bijvoorbeeld de Geul, die ontspringt in België. Ja. Dus we moeten zeer trots zijn op onze eigen Geleenbeek. Omdat hij in ons eigen Limburg ontspringt. Dan gaat hij 40 kilometer verder gaat hij zeg maar de Maas in en heeft ongeveer een verval van 100 meter. Dus vanaf het startpunt in Benzerade tot zeg maar de eindpunt de Maas heeft hij ongeveer een traject van 100 meter verval. Ja, ja. Dus dat is niet zo heel veel, maar toch redelijk. En daarom zie je hem ook af en toe heel snel stromen als er volop water is. Het is nu wat droger en dan kun je zien hij staat wat lager. Maar het is een hele mooie beek die in de tijd van de termijnen nog volop bezig waren soms zelfs helemaal zwart was. Mm-hmm. Maar nu ziet je fantastisch uit. Het is echt wandelend genieten langs deze prachtige beek. Ja, je zegt hij over 40 kilometer dan eindigt hij in de Maas. En waar is dat? In Stevensweert. Stevensweert. Ja. Nou, we staan hier wel op een heel bijzonder plekje, Frans. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een groot gat. Nou, dat is het ook inderdaad. Het is hier ingestort. En je kunt nog een beetje zien hier ook aan de rand dat het nog steeds naar beneden toe valt. En dat is wel juist leuk dat in de Geleenbeek dat nu kan. Hè? Dat hij zichzelf kan meanderen. Dat hij zichzelf gewoon een beetje kan draaien in het landschap. Terwijl vroeger moest het een rechte bak zijn. En daar zijn we van mee gestopt. En dat is duidelijk in Europa, maar ook in Nederland, hebben we een keuze gemaakt om de natuur meer zijn gang te laten gaan. En dat betekent dat beken vooral meer mochten gaan meanderen. Nou, dat is in Nederland nu genoemd Nationaal Natuurnetwerk. En daarvan zijn de beken een van de eerste die zeg maar aan de slag werd gegaan. Heel mooi kun je ook zien dat daar beneden, daar zie je wat lijkt net olie. Zie je dat daar beneden, Truus? Ja. Maar er is geen olie. Daar is dus kwelwater. Dus vanuit de verte uit de berg kom je zo langzaam aan het kwelwater naar beneden toe. Komt hier met de zeg maar in oppervlakte. En er zitten ijzerbacteriën in. Die ijzerbacteriën slaan eerst blauwig uit. En die worden aan de rand een beetje bruin. Maar dan zie je dus dat die beek onderweg ook nog eens een keer gevuld wordt. Dus niet alleen vanaf de bron bij Benzerade, maar ook onderweg met zeg maar allerlei kwelwater wat vanaf de heuvels en de bergen naar beneden komt.
Ja, Frans, wat zien we nou hier eigenlijk? Zo'n drooggelopen stukje? Ja, dit is een oude meander. Hè. Daar kun je heel mooi zien hoe dat hij een hele mooie bocht heeft gemaakt. Zo. En de Geleenbeek is aan de andere kant verder gegaan. Dan heeft hij hier zeg maar die oude meander aan achtergelaten. En wat dan zo mooi is, je kunt fantastisch mooi het bos erbij zien. Hè. Want er zitten hier fantastisch mooie oude bomen bij, ook jonge bomen. Veel klimop erbij. Het is hier echt zo'n beetje een moerassig stukje. Wat ik ook altijd heel prachtig vind, want dan kom je vanuit een open stuk waar we net gelopen hebben. En dan loop je dit ja, wat geheimzinnige bosje in. Beetje oerwoud. Ja, precies. Ja. Zeg Frans, wat me nou wel opvalt, we zijn nu eind oktober. Er zijn nog ontzettend veel bladeren aan de bomen. En ik mis eerlijk gezegd toch die mooie herfstkleuren. Ja, we hebben het er net ook over gehad. Die herfstkleuren die zijn vallen wat tegen, omdat het zo plotseling heel warm is geweest. Hè, 33 graden. Ja. Daarna is het weer afgelopen en is er in één keer een vorstperiode even tussendoor komen. En nu begint langzamerhand de zon weer te schijnen. Dit is ook weer een heel speciaal plekje. Alleen zie ik hier dat die beek niet kan doen wat hij zelf wil. Nee, precies. Als ik ook kijk, er zijn ook stenen neergelegd. En dat klopt ook. Kijk, de beek kan overal meanderen. Daar waar zeg maar, obstakels zijn, zoals een spoorlijn. Ja, daar moet je het niet willen hebben. En ook zeg maar, bij bruggen moet je het niet willen hebben. En soms zijn bepaalde wegen die liggen daar vast. En dan loopt de beek naar een brug toe. Daar kun je ook niet meer verleggen. Maar daar waar de ruimte er is, daar kan hij dan meanderen. En daar waar het niet is leg, hou je dat mooi zeg maar, in de gaten door stevige stenen neer te leggen of betonnen wanden te maken, zodat die beek wel in een soort keurslijf blijft. En prachtige kleuren op de achtergrond. Wat zijn dit voor bomen en struiken? Ja, er staat van alles bij elkaar. Er staat een esdoorn, er staat een cornoelje, er staat een soort klimop, er staat kers. Ja, en dan heb je dus in de herfst heb je dan al die kleuren bij elkaar, omdat alle blaadjes weer anders zeg maar, gaan kleuren. En er is sprake van heel weinig paddenstoelen dit jaar. Absoluut. En dat heeft alles te maken met dat het heel lang zeg maar, heel heet is geweest en heel weinig regen is gevallen. Er is wel even plotseling in een bepaalde korte periode veel water gevallen, maar gedurende een langere periode niet. En daardoor komen er weinig paddenstoelen. Ja, een heel groot informatiebord, verbetering Geleenbeekdal. Je ziet ze tegenwoordig overal. Vertel er eens iets over. Ja, dat is ook wel logisch en ik ben ook blij omdat we dat doen. Voorheen gingen de natuurbeschermingsorganisaties, die deden echt hun best. En het was allemaal voor verbetering van de natuurwaarde. Maar het werd allemaal niet verteld, er werd ook niks geshowt aan de informatiekant. En toch vroegen de mensen zich af, wat zijn ze daar allemaal aan doen? Ja. We praten ook met de omgeving om te laten zien van, ja, dat zijn we van plan, zodat die natuurwaarde verbetert. Want dat ze uitleggen en wat er allemaal aan de hand is, hè, daar moeten grote machines bij. En het is ten alle tijde, en zeker als het over zeg maar, riviertjes en beekdalen gaat, ter verbetering van de natuurkwaliteit, ja. Maar ook voor de veiligheid van de mens. Hè. Dus dat de mens niet met last zit, dat de mens niet met overstroming zit en met gevaar zit. Ja, ja. En ik zie er staat een website bij, www.geleenbeekdal.nl, en daar staat ook heel wat informatie op. Absoluut, het staat heel duidelijk uitgelegd en dan kunnen mensen ook vragen stellen. Dus als ze voor natuurmomenten komen, ons logo staat er ook op, dan kunnen ze daar ook vragen stellen. Maar ik zeg altijd, ga eens naar die website toe. Er staat al zoveel op dat je genoeg informatie krijgt over deze prachtige beek. En natuurlijk is er ook een Sint-Jans molen. Weet je daar ook iets over te vertellen? Nou, ik weet niet zozeer iets over die Sint-Jansmolen zelf, maar wat op de Geleenbeek, op die 40 kilometer, hebben wel 24 molens gestaan. En dat zijn allemaal watermolens, die of nodig waren voor olie, hè, de oliemolens, of volmolens, om wol te vollen, oftewel graanmolens. Die stonden allemaal langs die beek, vanaf Benzenrade tot zeg maar aan de Maas. 24 molens, dat is er dit eentje van. En op de achtergrond ook weer hele mooie kleuren. Die grote boom, vertel eens. Ja, dat is een populier. Heel prachtig om te zien. En wat je ook goed kunt zien zijn de marentakken die erin zitten. Hè. Dus dat, de populieren en marentakken, dat zijn twee vrienden, vijanden van elkaar, zo kun je het ook noemen. Want de marentak, dat is een symbiose plant. En dat symbiose betekent samenleven. Dus je kunt het zien. Ze hebben groen erin zitten. Dus ze halen wel uit de lucht fotosynthese, hè, voedsel. Maar ze hebben de gastheer nodig om de sporenelementen die onderin zitten. En water, die krijgen ze van de gastheer. En dat is in dit geval de populier. En heel vaak zie je in populieren prachtige marentakken zitten. En toen dacht ik dat Frans spontaan voor mij op de knieën viel. Maar helaas. Nee, dat is wel zo, Maril. Ik speel spontaan op de knieën voor jou, maar ook voor dit plantje. Wat is dat? Dat is een heel bijzonder plantje. Dit is beekpunge. En dat is een plant die is van de familie van de ereprijsjes. Weet je wel, die hele mooie kleine blauwe bloemetjes. Ja. Alleen deze is heel speciaal, omdat die ook tevens een kwelindicator is. Hij duidt aan dat hieronder kwel loopt richting de beek. En dat geeft dit plantje dus aan. En dat is wel mooi dat je sommige planten die...
die hebben zijn symbool voor iets wat er ondergronds is. En in dit geval is dat dus de beekpunge. En in het mooie Latijns heet die Veronica beccapunga. Wauw, dat klinkt echt mooi. Hey. Dus hij heeft normaal in de zomer een blauw bloemetje. Ja, er zit een klein blauw bloemetje op. Nou, ik heb hier een berenklauw in mijn hand en deze berenklauw kun je gerust in je hand nemen. Want dit is onze eigen echte berenklauw en niet die Caucasische of die grote berenklauw die wel meters hoog kan worden. Die dus ook gevaarlijk is. Hè. Deze is dus niet gevaarlijk, die heeft niet van die haartjes in zitten. En gevaarlijk is in feite alleen als je erin aan het werken bent. Want die heeft al een soort naalden zitten. Die naalden die komen je met je hand tegenaan en dan krijg je dus irritatie op. En bijna iedereen heeft daar last van. Deze plant weghaalt, want dit een originele plant is die thuis hoort in ons landschap, waar heel veel slakjes lekker eten vinden nog. Kijk, hier boven ons heb je weer zo'n prachtige populier, hè? Mooi die gele kleuren erbij. Klim op en maar een tak. Ja. Allemaal compleet. Volgens mij zit het erop. Ja, echt waar? We hebben een hele wandeling gemaakt en ja. Je hebt er een heleboel verteld. En ik denk wel dat dit nog wel een vervolg gaat krijgen. Ja, dat hopen we toch wel. Ja, zeker. Want ik vind het zoveel te zien. En met twee van die ontzettend leuke dames rond gaan wandelen. Nou, dat kan toch bijna niemand. Dus daar ga ik als man voor. We gaan er een mooi programma van maken. Prima. Voor start. En voor de mensen die willen kijken naar mooie Limburgse natuur. Ja, want het kan natuurlijk ook via de website van Strikomroep Start. Dus iedereen in Nederland kan kijken. Perfect. Nou, dan gaan we er helemaal voor doen. Dan worden we heel beroemd. Prima. Tot de volgende keer.